Trance een paar jaar geleden was toch een hele monotone, duistere muziek. En nu is het allemaal echt met een, wat nu heel erg uitspringt uit die sound, is gewoon de melodie. Het is echt gebaseerd op melodieën. Waardoor het dus ook weer op een of andere manier heel poppy wordt. Ik bedoel, je zou bijna denken dat het gewoon popsongs zijn. Alleen de songs met de vocalen zijn nu hebben plaatsgemaakt voor de synth. Lijntjes. Hoe komt het, denk je, dat het ineens zo populair geworden is? Ik denk daardoor. Gewoon, het is heel herkenbaar. Het is, elke plaat is een individuele plaat op zich, weet je wel. Het is gewoon een... het is niet meer zo van één van de vele... plaatjes die allemaal hetzelfde klinken. Het is niet meer zo dat mensen nu naar een plaatzaak gaan van... Heb je die plaat van de... weet je wel. Maar mensen kunnen nu echt iets zingen en diegene achter de toonbank die zegt van... Oh, dat is die plaat. Ja, dat weet ik niet meer. Alsjeblieft. Zou je even kunnen vertellen wat je precies aan het doen bent hier? Ik ben nu vocalen aan het inladen in mijn harddisk. Die hebben we gisteren opgenomen voor een nieuwe Gurriella. Dus, maar dat moet nog het een en ander aan gebeuren, moet nog gemonteerd worden. En dus vandaag. Maar zou je zelf deze versie ook draaien? Want je draait niet zoveel vocalen. Misschien wel, maar... Ik weet het niet, ik denk dat ik toch de instrumentale versie draai. Ja. Je moet even een beetje tunen. Nee, nou het! Een beetje vals, tenminste vals, net even eraf. Nee, nou het forever! Nee, nou het forever! We hebben gezien dat er van Nieuwe Gurriella een remix gemaakt wordt. Ja. Waar kwam dat idee vandaan? Was het niet goed genoeg zo? Ja, het was wel goed genoeg, maar... De platenmaatschappij wil toch proberen een grote hit van te maken. En bij de eerste, die kwam zonder zang, kwam die ongeveer op nummer 15 in Engeland. En de platenmaatschappij verwacht gewoon, als je dus een single editje maakt met zang erover, dan kan het makkelijk top 10, misschien wel nummer 1 hit worden. Ja. Dus dan hadden ze zoiets van, nou dan, zang erover en we zien wel. En vind je dat het nummer daar beter door wordt? Ik persoonlijk niet, want ik hou niet zo heel erg van zang. Maar ik kan me wel voorstellen, voor de radio is het interessanter om te draaien. Want ja, die radiojocks die willen we eenmaal als met zang erin hebben, anders draaien ze het gewoon niet. De Gurriella is dus bijvoorbeeld nooit gedraaid op Radio 3. Zou je hem zelf draaien als DJ? Ik zelf niet, nee. Ik draai de instrumentale versie. Dat, ja,
Ik vind gewoon als je een plaat in één keer maakt, gewoon puur, dan, ja, dan zit gewoon dat gevoel erin en dan is dat voor mij genoeg. Waar komt die naam vandaan, Coriella? Dat is ja, het paradijs waar de Aborigines naartoe gaan als ze sterven. Dus, hoe kom je daarbij? Nou, dat heeft Ferry eigenlijk verzonnen. Ah, ja. Die houdt namelijk heel erg van Discovery. Ja. En daar had hij al veel namen vandaan. Dus, ja, hij vond die gewoon een mooie titel en ik was het wel mee eens. Niet helemaal, maar hij klinkt omhoog. Ja. Ja. Het is wel oké, ja.